Ik zit hier met Arlien Westerhof. Ja, niemand minder dan Arlien, want zij is zo bekend met profetie, de gave van profetie en het ambt van profeet. En wij hebben haar uitgenodigd met name voor There Is More, want we nodigen jou daarvoor uit om hoogwaardig onderwijs te krijgen, ook over profetisch spreken. Nou, Arlien, heel veel mensen zijn ermee bezig. Overal ontstaan scholen, cursussen luisteren naar Gods stem. En daar hebben we natuurlijk veel waardering voor. Maar er is nog wel iets meer dan dat. Er is iets meer dan dat, Hans. En daarom ben ik zo excited, eigenlijk. God is bezig om de gave van de geest echt een zwaailijk te doen. En dat is alle gaven van de geest. Maar ook profetie. Maar ik merk dat nu dat heel veel mensen aan het profeteren zijn, het is nodig dat wij kunnen onderscheiden wat voor soort salving in het profetisch heeft God ons gegeven. Wat voor soort salving heeft hij jou gegeven? De gave van profetie, functioneer je onder de geest van profetie of ben je geroepen voor een profetisch ambt? Waarom is het nodig om dat te weten, zodat jij effectief kan zijn in de bediening die God je geeft? En we hebben allemaal een roeping en een bediening van God ontvangen. Of het in je gezin is, bijvoorbeeld met je kids en met je partner. Of het in de wereld is, het maakt niet uit. Profetie is bedoeld door God om juist bemoediging te geven, maar ook te zorgen dat je tot je doel komt. Ja, maar ik hoor jou wel zeggen, er zijn dus verschillende niveaus. Je noemde al de geest van profetie, de gaven van profetie en dan ook nog het ambt van een profeet. Ja. En ik denk dat daar best geregeld wel verwarring over is. Ja. Dus, en daarin zeg je van ook wel wat kaders aanbrengen, van er zijn verschillende zalvingen, maar ook hoe je dus niet ontspoort. Absoluut, omdat ik geef een concreet voorbeeld. Hans, de tijd van de Amerikaanse verkiezingen. Ja, dat wordt wat. Ja, wel, dat wordt wat. Maar we hebben ook daarvan moeten leren als profetische bewegingen in landen. Ja. En dat is bijvoorbeeld als je geroepen bent om te functioneren in de gaven van profetie. Bemoediging, troost, stichtend woorden uitspreken tegen mensen. Mm-hmm. Dan zal je beetje minder accuraat zijn als je probeert in een ambt van een profeet te functioneren. Ja, dus hoe zien de verschillende soorten salving in het profetisch uit? Hoe herken je dat voor jezelf? Waarvoor ben ik geroepen? En wat kun je doen om in ieder van die soorten te groeien? Wat goed is dat. Kijk, ik denk dat we dit onderwijs nodig hebben. Want dat brengen we op There Is More. Eigenlijk op alle fronten. Dus als je nou een voorganger bent, of je bent een ondernemer of een bestuurder, of misschien leid je een ziekenhuis, wat je ook doet. Mm-hmm. Ik denk dat dit belangrijk is. Want hierdoor, door dit onderwijs, kun je ook gaan herkennen welke mensen om jou heen dat echt hebben ontvangen en ook die autoriteit hebben gekregen. Ik ben zelf dus ook heel nieuwsgierig. Ik heb wel een idee van waar voor mij de profetie zit in mijn bediening. Maar ik heb dus dit onderwijs zelf ook nodig. Dus ik vind het geweldig dat je gaat komen. Ik zie er naar uit, Hans. Ja. Waarom? Omdat ik merk hoe meer ik voor deze conferentie bid, hoe meer ik merk dat er een toenemend gewicht van de tegenwoordigheid van de Heer daarop zit. En dit is niet een verkooppraatje of een PR-praatje. Ik merk het wel. God houdt van Nederland. Jullie horen het aan mijn Nederlands. Ik ben hier niet geboren. Maar God heeft me hier naartoe gestuurd, jaren geleden. Mm. Simpelweg omdat hij een plan heeft met Nederland. En soms is dat makkelijker als buitenlander te zien dan als Nederlander. Maar Nederland, als je hier kijkt en als je in dit land woont, ik geloof echt dat God wil dat je weet. Ja. Zijn hart gaat uit naar ons land. En misschien zijn we klein qua omvang, maar we hebben een roeping en een rol te spelen gewoon in de wereld als land. En dus daarom heeft God jou nodig. Hij heeft jouw stem nodig. Hij heeft het nodig dat jij ook leert functioneren in alle gaven van de geest. Waarom? Zodat Nederland, je familie, je kerk, maar ook de wereld mag zien dat God leeft en dat hij van ons houdt. Dus ik hoop dat ik je daar zie. 28 tot en met 30 september in Ede bij There Is More.
Nou, misschien mag ik als slot dan iets profetisch zeggen. Ik denk dat jij erbij bent. We gaan je zien.